Vlaams minister-president Gilles Bourgeois wordt de N-VA-lijsttrekker voor Europa. Voelt toch een beetje aan als een degradatie? Dat is helemaal geen degradatie, hè? Meneer Bourgeois gaat naar het Europees Parlement, een van de grootste democratische instellingen ter wereld. Ik denk dat hij als politicus... Lander, weet jij waar hij is? Nee, die moet hier ergens zijn, hè. Echt waar, dat is zo'n onopvallend figuur. Soms zit hij ergens in een kamer en hij heeft je gewoon niet gezien, hè. Serieus. Bourgeois. Daarmee dat de Wever hem nu straal negeert, hè, en dat hem zo naar Europa duwt, hè. Te onopvallend. Hè? We hebben trouwens al een nieuwe bijnaam voor Geert Bourgeois, hè. Genegeerd Bourgeois. Charme. Kijk, in de politiek kan het soms snel gaan, hè. Toen onze voorzitter Bart de Wever deze zondag tot zijn grote verbazing de oorlogstaal hoorde van collega Di Rupo, is hij meteen in gang geschoten en heeft hij beslist, iedereen moet naar de loopgraven. Zo snel kan het soms gaan in de politiek, op één zondag. Op één zondag, menor, hè. Op zondag 14 oktober is dat al beslist, hè. Toen ze zagen dat ze 8% achteruit waren gegaan. Dat Di Rupo daarna wat hij liet roepen, dat is gewoon mooi meegenomen, hè. Dan heeft hem de vijand, hè. Het grote gevaar, Di Rupo. Als Di Rupo niet was, had hij wel iemand anders gepakt, hè. Een Marokkaan of zo. Ik had de Wever nogthans altijd hoog zitten, hè, als grote leider. Hè. Maar wat hij mij heeft gedaan, dat vind ik niet kunnen. Zo, u laten verkiezen en dan na 2 weken in Antwerpen zeggen, salut in de kost. Ik denk, hè, als hij mij zou bellen, hè, van Lander, wilde jij mijn woordvoerder worden? Hè? Ah, wel, mijn antwoord zou ook duidelijk zijn. Hè? Ja, graag. Dank u wel, meneer de Wever. Ah ja, moet gaan waar het de macht zit. Hè? Heb ik van hem geleerd. Geert Bourgeois heeft er een schitterende 5 jaar op zitten als minister-president. En ik ben er zeker van dat hij ook zijn opdracht als Europees parlementslid tot een goed einde zal brengen. En de opdracht luidt €8.000 in de maand verdienen en vooral niet te veel doen. Dacht hem nog wel kunnen, denk ik. De Geert die je wilt in Europa, hè. Dat parlement dat is 10 minuten stappen van hier. Dat ligt in een heel andere wijk. Zoveel verandering, dat kan die mens niet aan, hè. Dat is een gewoontedier. Oké, het is niet de meest sexy politicus, maar die heeft dat toch altijd goed gedaan? En dat heeft toch ook zijn charmes. Iemand die gewoon zijn dossiers kent. Iemand die niet per se op tafel moet springen om zijn punt te bewijzen. Iemand die ook gewoon discreet en onopvallend op de achtergrond aanwezig kan zijn. Mooi gezegd, Lang. Oh! Oh, Geert. Maar nu, hoe lang zit jij er al? Wow, een uurtje, denk ik. Oh, had ik al die gezien? Nee. Nee? Geert, je moet daar toch mee opletten met zijn dinges, in mijn hart. Allee, wij zijn klaar hier zeker? Hey, kom, want ik moet u nog tonen dat het Europees Parlement is. Ah, is dat ver van hier? Nee, Geert, dat is niet ver. Dat is okay. Gewoon hier achter de hoek 10 minuutjes wandelen. Dat valt goed mee. Ça va. Oké. Okay. Allee.